Een hele goede morgen en gezellig dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Nou, het is weer een regenachtig begin van de dag hoor. Ik was net even de konijntjes voeren en als ik niet oppas, dan ben ik gewoon meteen voor de hele dag blubberig. Maar goed, het is wel weer droog en dat is maar goed ook, want ik wilde dus even naar de Action gaan. Ik zag dat ze heel leuk nieuw servies hebben. Ik zal het zo laten zien als het er tenminste is, want ja, met de populaire dingen is het natuurlijk wel zo. Je moet er echt meteen bij zijn. Die citroenvaas die was volgens mij ook heel snel overal uitverkocht. Ik kreeg op Instagram steeds berichtjes van waar heb jij die gezien? Ik ben al 10 actions af geweest. Dus je moet echt wel een beetje mazzel hebben. En als je het dan spot, moet je het ook meteen kopen als je het wil hebben. Dus ja, ik ga er even naartoe. Niet omdat ik zelf echt iets wil kopen, maar dus als leuke tip voor Instagram om daar even een filmpje te maken. En dan hoop ik dat het licht genoeg is in de kamer om even outfit te gaan filmen. Ik wil die nieuwe boots, die nieuwe mooie nieuwe laarzen met de satijnen rok. Heb ik een leuke outfit bedacht waarvan ik even ook een reel wil gaan opnemen. Dus dat zijn de plannen voor vandaag. Spot natuurlijk ook al meteen alweer andere dingen. Kijk, bloempotten. Dit zijn de weekaanbiedingen. Decoratieve schaal. En dus heel veel Curver vershoutdozen. Maar goed, ze hebben nu bij Albert Heijn dus ook een spaarplan. Daar had ik ook al wat goede doosjes gezien. Oeh, deze zijn ook wel leuk. Voor in de tuin. 5,95. Ze zijn echt van dat waterafstotende. En je hebt verschillende kleurtjes. Kijk, die zou misschien nog wel leuk zijn voor bij ons. Voor op die witte bank. Ik heb ze gevonden. Kijk. En het blauwe kopje wel echt cool. Je hebt dan ook nog deze roze. En er zijn dus ook kommetjes en bordjes bij. 2,29 is de mok. Geslaagde missie bij de Action. En ik was ook nog even bij de Lidl geweest. Heb ik ook iets gekocht. Dat ga ik jullie zo even laten zien. Het is inmiddels zonnig. Dus ik kan gaan filmen. En ja, ik moet even kijken waar ik dat ga doen. Want aan de ene kant wil je natuurlijk altijd een beetje een leuke achtergrond. Alleen aan de andere kant is het licht ook echt super belangrijk. Dus dat is altijd even een puzzel. Maar ja, dit is wat ik dus heb meegenomen bij de Lidl. Dat is de crème van Sien. Dat is hun huismerk volgens mij. En ik zag deze dus op de Instagram pagina. Is ook een leuke pagina om te volgen. Meer doen met minder heet die als ik me goed herinner. Allemaal leuke budgettips ook. En deze crème die schijnt dus uit de test van de Duitse Consumentenbond echt als winner gekomen te zijn. Echt beter dan de La Mer en nou ja, allemaal hele dure merkcremes. Dus ik dacht, moeite waard om uit te testen. Hij is 2,49 volgens mij, of 2,69. Ik laat het jullie nog weten hoe die bevalt. Er zit geen SPF in, dus het is wel echt voor de nacht. Er is er trouwens wel ook één met SPF, zag ik. Maar ja, goed, dat was natuurlijk niet diegene die zo goed uit de test was gekomen. Dus ik dacht, ik neem dan toch maar deze. En dan ga ik straks ook überhaupt gewoon een aparte zonnebrand smeren overdag. Nu doe ik meestal gewoon dagcreme met SPF. Maar als de zon straks echt wel heftiger wordt, dan doe ik altijd wel echt zonnebrand. Nou, ik ga eens even kijken waar ik mijn setup ga maken. Ik dacht, ja, aan de ene kant is het wel leuk. Zo'n soort van met spiegel op de achtergrond of zo. Maar ja, het licht is hier altijd een beetje. Ja, het is hier gewoon heel wit, zeg maar. Ik moet even kijken waar ik en een leuke achtergrond heb en goed licht. Nou, ik denk dat het wel leuk geworden is. En ik zal jullie natuurlijk ook nog eventjes de outfit laten zien. Want ik had helemaal nog niet aan jullie laten zien hoe mooi deze laarzen zitten. Deze heb ik dus met 80% korting geshopt. Ze zijn van Reis. Nou, echt heel erg blij mee. Het is gewoon hele mooie, nette, basic laars. En hij heeft wel een hoge hak, maar hij zit dus toch echt wel heel lekker. En ik vind het ook mooi dat hij een beetje zo wat wijder zit. Ik heb trouwens niet echt dunne kuiten of zo, hè? Want dat denken mensen wel eens. Maar dat is niet zo, want ik heb juist best wel van het hardlopen, heb ik best wel gespierde benen. Dus ja, zo zitten ze bij iedereen. Het is niet zo dat ze bij mij los zitten, omdat ik echt hele smalle kuiten heb. Nou, dan de satijnen rok.
En ik heb dit jasje erbij gedaan. Het is dus gewoon wat nettere look. Ik vind dit ook leuk voor ja, als je bijvoorbeeld op kantoor werkt. Tasje. Nou, ik ben blij. Nou, ik ga even de beelden bekijken en meteen het filmpje editen. Dan hoop ik dat het er allemaal goed op staat. Nou, het is een beetje matigjes, want als ik zeg maar voorin sta is het wel goed. Alleen als ik wat verder achter in de kamer sta is het toch best wel donker. Dus ik twijfel toch om het beneden misschien nog over te doen. Nou, ik ben weer helemaal van gedachten veranderd. Ik dacht het is toch leuk om verschillende outfits te laten zien met deze rok. Dus ik zit nu in een casual look en dan ga ik er zo nog één doen met sandalen. Ik ben dus even bij de Mama Mini, want vriendin van mij vond dat krukje is heel erg leuk. Dus ik ga even voor haar kijken of hij er toevallig nog is. Hij is er gewoon nog. Echt, wat een mazzel. Nou, ik ga hem voor haar meenemen. Dit soort stoelen waren ook een tijdje helemaal hot. Vond ik toen ook wel leuk. Alleen, als ik het nu ook zo voel, dan denk ik, nou, het gaat toch echt niet lekker zitten. Ik ben weer thuis en kijk wat er is binnengekomen. Het is mijn Temu-bestelling. Nou, dit ga ik binnenkort echt uitgebreid met jullie unboxen. Want hier ben ik natuurlijk super benieuwd naar de nep Dyson. Ja, hij is wel ietsjes meer basic ook. Maar goed, dit is wel het opzetstuk wat ik eigenlijk altijd gebruik. En hij was dus maar €38 volgens mij. Dus als hij werkt, dan zou dit wel echt fantastisch zijn. Maar goed, ik ga het allemaal met jullie uitpakken en uitproberen. En ik heb dus ook nog andere leuke dingen besteld. Zoals, ja, dit is ook helemaal hip natuurlijk, zo'n luipaard jeans. Nou, ik vind het verleidelijk om het nu allemaal al een beetje te laten zien. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga er één grote unboxing van maken. En ja, ik heb het krukje dus meegekregen op de fiets. Nou, hij blijft dus niet hier, want hij is voor mijn vriendin. Die vond hem heel leuk. En ik dacht van, nou, hij is er vast niet meer. Maar hij stond er gewoon nog. Heel leuk, kleurrijk. Nou, en Max die gaat zo naar hockey. En het is echt heel lekker weer. Het is zonnig. Ik heb net nog geveegd hier, want op de een of andere manier... Oh, nu zie ik nog een heel groot stuk glas liggen. Er viel gewoon een bierfles hier de tuin in. Geen idee waar die vandaan kwam. En het is maar goed dat ik het zag, want dat is natuurlijk niet lekker voor jullie pootjes. En dan heb ik nog iets, namelijk een toiletdier. Kijk, het is een vosje. Ik zag laatst bij Annemarie een reel. Zij had gouden zwaantjes gevonden en die had ze dus ook in haar toilet gezet. En nou, ik zag deze vos en toen dacht ik, nou laat ik ook eens wat aan, ja, aan toilet accessoires doen. Ik heb het hier altijd hetzelfde, gewoon mandje en deze vaas. Dus nou, nu een vosje erbij. Zo, ik ben weer thuis. Ik had net met Max ook echt even uitgerekend dat ik wel tussen de 25 en de 30 kilometer heb gefietst vandaag. En op echt zo'n oude stadsfiets. Hè. Ik heb geen hippe elektrische fiets en ik moet echt hard trappen. En je hoort mijn fiets echt helemaal kraken en piepen, dus dat is niet niks. Dus ja, ik ga nu even lekker achter de computer zitten. Ik ga even lekker een koffietje voor mezelf maken. En dan ga ik deze video voor jullie editen. Max is nu bij de hockey en Siem is nog bij toneel. Dus die moet ik zo nog wel één keer weer ophalen. En ja, dan ga ik dus deze video editen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe vlog. Dus tot dan. Doeg!